Nee, we zijn vanochtend een beetje verrast met een uitnodiging van een van onze verzekerden. Een verzekerde die onlangs naar het buitenland had moeten gaan voor medische behandeling. Die dienstverlening van ZVK in dit geval was zodanig dat meneer zo blij was dat hij de zorg kon krijgen dat hij dat op dat moment nodig had. Hij beschouwde dat wat hij heeft ondergaan als een soort wedergeboorte. En vanwege de fijne ervaring die hij heeft gehad met onze dienstverlening, heeft hij ons, alle collega's van het ZVK vanochtend, met het ijskarretje van Luciano getrakteerd. Wat voor ons een hele mooie geste, een geste die ons met heel veel genoegdoening, maar ook trots vult. Ik moet even uitleggen, per jaar hebben wij ongeveer rond de 8500 medische uitzendingen per jaar. 99% van al die medische uitzendingen vanuit Saba, Sint-Eustatius en Bonaire, die lopen goed. Mensen krijgen zorg die wij voor hen toegankelijk maken. Maar er gebeuren ook vaak soms dingen waarvan er dat soort dingen eigenlijk in de publiciteit komen. En wat voor ons eigenlijk ook geen reden is om dat als kritiek te beschouwen, maar het is eerder als leermomenten hoe wij onze dienstverlening beter kunnen maken. En als wij verrast worden met zulke gesten van onze verzekerden. Nou, het vult ons met heel veel trots en genoegdoening, want we doen het, we maken zorg toegankelijk voor mensen die dat nodig hebben. En dat is een activiteit die wij 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar met heel veel trots en genoegdoening doen. Ik heb een jaar geleden een hartinfarct gehad en toen moest ik met spoed naar Colombia. En alles is door ZVK echt perfect geregeld. Anderhalve week geleden ben ik voor controle teruggegaan. En ook dat is allemaal perfect geregeld door het ZVK. Dus ik wilde ze graag bedanken voor de manier waarop zij de dienstverlening hebben verleend. Waarom hebben we gedacht aan een ijsje? Bonaire, warm. En gebak doen we altijd allemaal. En een stukje fruit vond ik zo een beetje saai. Dus vandaar een ijsje. Voor de eerste keer is het allemaal natuurlijk met spoed gegaan en daar weet ik zelf niet heel veel van, maar ik ben gewoon heel goed geholpen. En de tweede keer dat ik op controle moest, was dat natuurlijk op gepland. Dus ik ben hier op gesprek uitgenodigd, er is mij duidelijk uitgelegd aan welke voorwaarden ik moet voldoen en hoe zij mij zouden helpen. Ik kon een begeleidster meenemen die vorig jaar ook mee is gegaan. En het is allemaal goed uitgelegd. Ik werd hier op het vliegveld goed ontvangen. We werden begeleid naar Colombia in het vliegtuig. Daar stond er een taxi klaar met een naambordje. Die wist precies waar ik naartoe moest. Ik kwam in het hotel en er lag al meteen een flyer klaar met de afspraak voor de dinsdag in het ziekenhuis. Nou, die dinsdagochtend stond er ook meteen een taxi klaar voor de deur. En toen ik in het ziekenhuis kwam, wisten ze ook precies waarvoor ik kwam. En binnen een 2,5 uur was alles geregeld. En na 2 dagen kregen we weer een berichtje dat we op zaterdag weer naar huis mochten vliegen. Dus uiteindelijk ben ik een week uit en thuis geweest.